mensen, mijn naam is Ashley. Super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Let's try it! Hoezo is dit lekker? Damn! Zo mensen, zoals je ziet zit ik hier nog steeds in het ziekenhuis. Dat is omdat ik ja, een dagje extra langer heb gebleven. Ik heb ze net ontbeten. Ik heb het yoghurtje niet volledig opgekregen, sorry voor een rare enkel. Maar ik kan het nu niet opheffen, de camera. Dat is omdat ik overal spierpijn heb. Ja, ik hoop gewoon dat alles oké is. Ik mag normaal zijn naar huis gaan vandaag. Maar te zien dat ik me voel, als ik nog veel pijn heb of zo, ga ik er nog blijven. Als het eigenlijk nog moe meevalt, ga ik naar huis gaan. Kan ik daar goed terug verder revalideren, sowieso. Terug, ben niet eens naar huis geweest om te revalideren, bon. Maar zo, hier zit ik dan. Ik heb net ontbeten. Terug mooi aan het raamje, sowieso. Maar ik ga zien wat er nog verder gaat gebeuren en ik zie jullie zo in de volgende shot. We zijn op de wandeling hier in de kamer, want de patiënt ernaast is in de operatiezaal. Dus ik ben lekker aan het wandelen. Ik hoop dat jullie mij horen. Ashley is thuis. Ashley ligt nu in zijn bed. Hopelijk komt alles goed. Allee, ja, komt sowieso alles goed. Sorry. Goeiedag mensen. Ashley is thuis. Zoals je ziet, ik ben Andrew. Ik ben zijn broer. Hij ligt nu in zijn bed. Hij gaat nog een beetje slapen. Hij is nog zeer moe. Ik heb hem gezegd, binnen 2 uurtjes ga ik nog een keer langskomen. Om een keer te checken of alles goed gaat. Ik ga straks 2 soepen al klaarmaken voor de ene in te vriezen, voor de ene straks in de avond te kunnen drinken. Ja. Ashley, we zijn super trots op u. Je doet dat super goed. Ik weet het is, hij zegt nu niet echt de toekomst ofzo, omdat het zoveel pijn doet. Maar normaal gezien zou die pijn heel snel weggaan. En ja. Gewoon het goede moed houden, kijk naar mij, alles is goed gekomen en met u gaat ook alles goed komen. Allee, hou je goed, salutjes, bedankt iedereen voor te kijken. Ik ga straks nog sowieso een keer filmen, maar ja, salutjes. Hier zitten we dan, thuis, met een glasje grenadine, zonder suiker natuurlijk. Nee, ja, maar gewoon even op mijn wak, sorry voor slechte belichting. Wat het is, wat het is, je kunt mij horen, dat is het voornaamste. Ik heb ze net 3 uur geslapen. Ik heb er van genoten. Wat kom hier doen? Kom ook even in de vlog. Ja, dinner open. Ja, en dan altijd ik. Ja, maar nu nog niet, hè. Ja, hallo mensen. Een soort klein updateje. Slechte video's aan nou, maar ja, buh. Yo mensen, super. Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Allee, ja. Ik weet niet of dat al ja, een nieuwe video is of zo, maar we zijn de volgende dag al. Ashley is in het ziekenhuis weer, hij is niet thuis. Hij had erge steken aan zijn zijkant van zijn maag en zo. Ik ben net terug thuis, van spoed. Mijn andere broer zit daar nu. Ik moest even terugkomen voor even mijn gsm op te laden.
En voor even iets te drinken, vlug iets eten. Want ik heb namelijk ook ketchup bypass en ik moet ook iets eten en drinken. Dus ja, daarom ben ik hier nu. Ja, Ashley is nu een soort sap aan het drinken voor een CT-scan te doen, een foto. En hopelijk komt alles goed. Verder sowieso meer over laten weten. En nu, ja, wil ik jullie even laten weten dat dat in de ziekenhuis zit. Dus tot de volgende keer, denk ik, ja. Salut, hè. Oh my god, awkward. Oké, zo, maar alles blijkt normaal te zijn. We zijn nu al 6 dagen verder. De pijn is al veel beter. Af en toe heb ik wel nog een steek. Maar dat is heel normaal. Ik kan al redelijk wat drinken, eten. Ja, dat is nog altijd wat moeilijk, maar dat is heel normaal. Het hoort daarvoor. Ik ben nu ondertussen al 5 kilo afgevallen op 6 dagen tijd. Het is echt gewoon ongelooflijk. Ik ben nu de video aan het editen. En ja, bedankt op de Flowlander trouwens. Echt een gekke strijder. Maar mijn arm is nu al moe. Ik ga niet liegen, dus ik ga weer die rare angle doen. Het gaat gewoon niet. Wow, yo, energie, dat heb ik zo goed als niet meer. It's gone, it's loose, geloof mij. It's een harde operatie, maar at the end, alles komt goed, sowieso. En de CT-scan was volledig oké. Het was goeie, ik ga niet liegen. Maar zwart, ik wil jullie even updaten, sowieso. Er gaan nog vlogs aankomen, maar dat is pas in de toekomst van hoe dat het beter gaat gaan en zo. Af en toe een keer een update per week. Ik ga niet dagelijks vloggen, want that's not okay. That's not good for my muscles. En eigenlijk wel, maar geen excuses. Ik heb gewoon geen zin om iedere dag te filmen. Het gaat gewoon niet. Het lukt mij niet. Eerst mijn gezondheid op peil zetten en daarna gaan we goed grinden. Sowieso, mensen. Maar ja, ik ga hierbij de vlog afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hebben jullie genoten van deze vlog? Vergeet dan zeker niet dat duimpje in het lucht doen. Hieronder heb je een balkje. Wat normaal gezien in het grijs zou moeten staan. Geabonneerd. Maar als je nog niet geabonneerd zit, haak ik even op dat abonneren. En mijn hond wil ook aandacht. Heb daar zo net gehoord. En sowieso. Daarnaast heb je een notificatiebelletje. Klik daar ook zeker even op als je niets wilt missen van video's of vlogs. En wat ik zoals altijd ga zijn, mensen. Dan is tot de volgende video of vlog. Later.